dames en heren. Welkom op de Bosuil in Antwerpen, waar de thuisploeg het opneemt tegen Lommel. En u weet het, er staat nog veel op het spel. Antwerpen probeert hier dus thuis de drie punten te pakken. Dat moet dan hopen op Roeselare. Roeselare dat het opneemt tegen Lierse. Even checken of iedereen klaar is om er zo meteen aan te beginnen. Denkt Kevin van Damme. En voilà, aftrap gegeven. Resolutie is snel. Dan wordt hij aangetrapt door Korsjes, absoluut. Dat doet Van Damme niks aan de hand, zegt de scheidsrechter. Dat leek me toch niet veel bal te zijn. Opletten nu met Lommel. Het is nu in balbezit. Ze moeten even naar achteren. Antwerp is scherp gestart aan de partij. Een buitenkantje voeter gaat Owusu neer. Hier niks aan de hand, zegt Van Damme. Daar staan ze. Nu opnieuw met z'n allen recht. Met die aanvalsgolven van Antwerp. Hier de poging en dan de redding van Jesse Bertrams. Bal tussen de palen. De doelman van Lommel United, de Nederlander. Van 22 redt deze bal van Buil. Benson met de corner. Tweede zone, Koppes. Oh, die valt met de bal in doel. En het doelpunt wordt toegekend. Is hoogst ongelukkig, Jo Koppes. Als hij dan eens in de basis gaat staan, gaat hij in de fout, gaat zich wel beklagen. Er is iets gebeurd op het lisp. Lierse heeft gescoord. Molenbergs, oplettig geblazen, de voorzet en de goal. Nee, Platje laat hier halverwege de eerste helft een grote kans liggen. Melvin Platje. Herkansing. Bal in het park bij Frank. Dit is de goal. Nee, daar is dan het doelpunt. Hij gaat erin. Het staat 1-0. Alhoewel. Nou, er is gevlacht. Er is gevlacht. Eerst wordt dat doelpunt goedgekeurd, dacht ik, door Van Damme. Maar dan uiteindelijk is dit toch een vrije trap voor Lommel. De Dekker. Dan gaan we het beter zien, de bal in de richting van Omolo. Wel, met de voorzet, dat zijn een goeie. Daar is de goal. Nee, de Kevi laat hem liggen. En dan probeert Owusu er nog wat van te maken. Is een gele kaart. Dat doet Van Damme. Hij voelt het metisch rood voor Skills. Hij tast naar de achterzak. Van Imschoot is het er niet mee eens. Nou, Matthias Skills staat althans niet bekend. Het is een vuile speler. Hermans. Daar is de Kevi. Gaat trappen. De Kevi redding van Bertrams. En dan de goal. Nee. Want deze gaat er niet in. Toch wel. Maar er is... opnieuw gevlacht en gefloten. Ja, de plus. Die ging daar bijna met bal en al in de goal gaan rollen. Maar ook dit doelpunt gaat niet door. Dat is een goeie op de Kevi. Eén buitenspel. De Kevi legt hem terug. Dan is daar de poging van Buil en de redding van Bertrams. De bal wil er voorlopig niet in. Ligt dat de spelers zelf bij Antwerp. Ook hier moeten ze wel wat meer mee kunnen doen. Voorzet van Hermans, dat is goed. Daar is Correa. Maar deze gaat er niet in. Alexander Correa kwam daar opduiken. Uitstekend in de rug van Gosses. Daar ligt toch echt wel een mogelijkheid. Ja, het is toch bibberen en beven, denk ik, voor Lierse. Nog een minuut of 7,5 op de klok. En de extra tijd. Dus nog 10 minuten, zeg maar.
1-0 is een krappe voorsprong. En zolang het 0-0 blijft in Antwerp-Lommel is er niks aan de hand. Maar daar is de goal. Stevens brengt Roeselare op 1-1. Wij waren even aan het kijken wat Antwerp aan het doen was. Maar uit het niets plots Roeselare met 1-1. Voorzet. Hij gaat er eentje neer en hij geeft hem. Hij geeft hem. Van Damme geeft de strafschop. Hij geeft de strafschop voor Antwerp. 88 minuten ver. En Antwerp krijgt de kans om er 1-0 van te maken. Hij zit er nog niet in. Hij zit er nog niet in. Maar het kan. Het kan. Een gele kaart komt er bovenop. Ah, er was contact. Er leek me inderdaad wel contact te zijn. Hier gaan we het beter zien. Ah, dit is een strafschop. Dit is een strafschop. Antwerp voorlopig in de finale. Wat een druk. Wat een druk. Is er bij Hermans. Hermans of Bertrams. Antwerp. Of Lierse. Dan komt de strafschop. En gaat erin. Het is voorlopig Antwerp. Dat naar de finale gaat. Wat een ontlading. En de goal is er dus van Hermans. 1-0. In de laatste minuut van deze partij. Ze hebben moeten knokken. Ze hebben moeten vechten. Voor de ontlading. Deze eentje om nooit te vergeten. En ook langs de lijn. Dan is er opluchting. Nu is het nog even bibberen. Nu is het nog even beven. En wachten. Wat er gaat gebeuren op het list. Nog eens kijken naar Hermans. Hij trapt hem uitstekend binnen. Onhoudbaar voorbij Bertrams. Het is verdiend. Zo veel is duidelijk. 1-0. Antwerp gaat deze partij winnen. Hermans, misschien wel de verlosser, de vervanger van de geblesseerde Haroun. De bal gaat weg. Het is afgelopen deze partij. Eén ding is zeker. Antwerp wint. Antwerp doet wat het moet doen. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost. Wim de Dekker maand iedereen aan tot kalmte. Het is nog niet zeker. Maar dit is toch zuur. Geweldig zuur. En Van Hamel moet nog eens een redding verrichten. Ja, nu mag er afgefloten worden. En dat doet Wesley Jalen ook. Toeschouwers staan er een beetje verbouwereerd bij. Met dit scenario had niemand rekening gehouden. Het is over en out. Lierse promoveert niet.